Ik sta hier voor Poppodium Nieuwenor en zoals je ziet is de deur gesloten. En dat komt natuurlijk allemaal door de coronacrisis. We zitten er middenin en het culturele leven ligt plat, zoals heel veel plat ligt op dit moment. Vreselijk voor de culturele sector hier ook in Parkstad Popstad. Maar gelukkig waren we nog net op tijd om hier een RTVP live sessie op te nemen met A Minor Problem. Niet de volledige band zoals we dat gewend zijn, maar in een iets kleinere bezetting en met een heel speciale gast. Kom mee en geniet van A Minor Problem. Oh, I can be the one you're needing, and I can be the one you are misleading. Oh, I can be your one desire, but in the end, we'll both burn in the fire. Oh, I can be the one you're trusting, and I can be the one you find disgusting. Oh, I can be all you require, but in the end, we'll both burn in the fire. Deze Eet Republic is origineel een punknummertje. 1, 2, 3, 4! Morning, I thought about life and death, and then I got all fucked up.
Wie is dit? Hallo. Stel jezelf eens voor. Hallo, hallo. Ik ben Celine. En dit nummer heet De Kroon. Yes. Oh, I can be happy. Die doen we even opnieuw. Dat was haar couplet. Oh, I can be. Ja. Godverdomme, dames en heren, RTV Parkstad. Vertrouw in jezelf. Dit is hoe je doet, professionele muzikaliteit. Daar gaan we. 1, 2, 3. Oh, I can be happily humming. And I can be afraid of what's coming. Oh, I can be singing aloud. Don't just live for tomorrow, live for here and now, and do everything you can. So live your life and do it quick, because one day you'll find out not everything will stick, and that no matter where we're found, we end up in the ground. I can't wait on my degrees. I can't do whatever I might please. And I can go
tomorrow, live for here and now, and do everything you can. So live your life, do it quick, because one day you'll find out not everything will stay, and that no matter where we're found, we end up. It don't matter if you're black or white, or transgender or hermaphrodite. No matter if you're bad or good, no matter whatever your mood, no matter, yeah, no matter where we found, we end up in the ground. Live your life, make it count. Don't just live for tomorrow, live for here and now, and do everything you can. So live your life, do it quick, because one day you'll find out not everything will stick, and that no matter where we're found, we end up with your life. Make it count. Don't just live for tomorrow, live for here and now, do everything you can. So live your life and do it quick, because one day you'll find out not everything will stick, and that no matter where we're found, we end up in the ground. Mensen die A Minor Problem eerder hebben gezien, zullen even raar hebben opgekeken bij deze setting. Want ze stonden er maar met z'n tweeën deze keer. Normaal zijn het meer mensen. Maar ze maakten eigenlijk gewoon spektakel voor een hele band. En wat dat betreft was het een heerlijke akoestische sessie. Doen jullie dat vaker zo akoestisch? Niet met deze twee mensen, nee. Je zegt dat heel nadrukkelijk en je lacht erbij. En dan zou ik graag willen weten waarom dat is. Nou, normaal speel ik in zeg maar 3 van onze nummers gitaar ooit. En deze jongen speelt in 0 van de nummers gitaar, want dat is onze bassist. Maar vandaag konden beide gitaristen er niet bij aanwezig zijn, dus we dachten, lekker improviseren. Ja, en lekker was het ook. Hoe vond je zelf dat het ging? Zeer goed. En ik hoop dat jullie zelf ook tot die conclusie komen. En zo niet? Dan is het jammer. Ja, duidelijke woorden van een band die op de Nu of Nooit finale stond nog een tijdje terug. Die hebben jullie niet gewonnen. Ik was bij die finale aanwezig. Er waren 2 bands die in mijn ogen konden winnen, kwalitatief gezien. En jullie waren er 1 van. Maar wat jullie wel hebben gewonnen is de publieksprijs van Nu of Nooit. En van alle voorrondes. Ja. Alle mensen die bij een voorronde waren mochten stemmen. En jullie hadden met grote voorsprong de meeste stemmen. En persoonlijk denk ik dat dat naast de winst van Nu of Nooit de belangrijkste prijs is. Hoe voelt dat als je toch de mensen, maar niet de jury, hebt weten te overtuigen? Dat is een lastige. Ik was wel heel erg blij met de publieksprijs, ja. En ja, uiteindelijk, ik had verwacht dat ik echt super zuur zou worden als ik zou verliezen. Maar dat viel eigenlijk reuze mee, want ik gun het alle ook. Dus ja, ging eigenlijk goed. Ik vond het wel een leuk optreden. Okay. Dus. Mooie woorden. Ik zeg iets over de collegialiteit in Parkstad Popstad. Dankjewel voor dit optreden en ik zie jullie graag weer een volgende keer. Ja, is goed. Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pop in Limburg, Gulpener Bier, Marco Media, Poppodium Nieuwenor, LS Productions, Heerlem en Stad en De Vijf Pleintjes.